Hoi en welkom bij een nieuwe video. Wat schrik je misschien van mijn hoofd, maar het is tijd voor showtime! Vandaag heb ik de opnames voor een online dansshow. Wegens corona is het online, maar dat betekent niet, dat houdt het er niet van af hoe ontzettend vet het wordt. Mijn koffertje staat hier, even kijken, daar. Als je wil zien hoe ik die heb ingepakt, hoe ik mijn make-upje heb gedaan, hoe ik me heb helemaal voorbereid op zo'n grote belangrijke dag als vandaag, klik dan nu in het i'tje. Het is heel erg leuk om die eerst te kijken en dan pas deze video. Ik voel me weer helemaal mooi, ik heb er helemaal zin in. Ik moet als allereerst aanwezig zijn, want ik heb een soort van klein bijrolletje. Ons stuk gaat over oude films, dus echt showy, showgirl, veren, glitters, diamanten, weinig stof om je lichaam. Dus dat wordt echt ontzettend leuk. Het gaat dus over een meisje dat soort van het platteland komt en ervan droomt om een showgirl te zijn en uiteindelijk daarin verandert. Ik zal de link hieronder zetten als je kaartjes wil kopen voor het optreden. Het is namelijk nog niet geweest. Eind april is het te zien. Dus je moet het echt zeker gaan checken. Het wordt ontzettend vet. Ik moet dus als eerst aanwezig zijn. Ik moet dansen met een ballroomdanser, Nederlands kampioen. Ik heb nog nooit van mijn leven ballroom gedanst, dus dat wordt nog interessant. Dat wordt echt heel erg leuk. Ik moet dus als eerst aanwezig zijn, dus het is echt nu 9 uur, of nee, 9 uur, kwart over 8. De wekker ging heel vroeg, ik moet om 9 uur aanwezig zijn. Dus laten we snel gaan, ik heb er zin in! Oeh! Kijk eens aan, ik ben 20 minuutjes te vroeg. Dit zijn alle kostuums. Allemaal rekken met veren, hierachter nog boa's. En dit is het stukje waar ik dus begin als meisje op het, ja, die ervan droomt om een showgirl te zijn. Ik zal het even laten zien. Kijk. Dit is dan mijn woonkamertje. Hier staat een hele grote lamp met dit. Ik weet niet wat dat is. Hier is een stukje gemaakt. En hier staan dan alle lampen en dingetjes. Dus dadelijk wordt dit denk ik ook nog omgetoverd in een groot podium. Ik denk dat dit ondertussen alles weg moet. En hier staat iets. Ik weet niet waarvoor dat is. Dat zien we dus dadelijk wel. Ja, dit is zo leuk te zien. Ja, inderdaad. Hollywood Dream. Hij stop. Oh, ja, dat is ernstig. Maar ik heb nu de opmerking van Jasper gehoord. Nee. Ik vind dat het decor is fantastisch, omdat we hebben een piramidale structuur gedaan. Met de schilder aan omhoog. Heel mooi. En dus de tafel en de koffertje, dat maakt een perfect diagonaal, ja, symmetrisch naar die andere kant door de koffiekuip. Kijk, dat zie je dat. Het is gewoon helemaal... Wil ik. Nou, het is ondertussen echt alweer 3 uur later. Alles loopt weer ontzettend uit. Mijn stuk is net helemaal opgenomen, maar ik moet eigenlijk nog een stuk, dus mijn prijk is nog op. Ik weet dus niet of ik de hele dag deze pruik op moet, want ik wel jammer zou vinden, want ik wil gewoon echt mooie foto's maken en dat ga ik natuurlijk niet in deze pruik doen. Hallo! Dus nou ja, ik wil graag mooie foto's maken. Ik weet nog niet of ik dat in deze pruik ga doen. Dus er worden nu alle andere dingen gefilmd. Ik zal nu Bente en Isa, twee vriendinnetjes, die hebben echt iets super vets. Dus zal ik nu even in beeld doen hoe het er nu aan toe gaat op de set. Nou, we zitten in de auto met mijn mooie pruikje en ik heb de hele tijd mijn badjas al aan, koffers tussen ons benen. We zijn namelijk naar Bemmel gegaan en hier zijn de volgende opnames op een soort van... Ja, kom eraan. Op een soort van heel groot, ontzettend groot podium. Dus ik ga het jullie sowieso laten zien. Volgens mij wordt dit echt vet. Kijk, dit is het podium voor nu. Wauw, we krijgen even een rondleiding door de ruimte. Nou, dit was eventjes heftig. Ik heb jullie lang niet gesproken. Ik heb nu dit pakje aan. Yay, met deze cape, ontzettend leuk. Hij is dus rood van binnen. Heel erg leuk. Mijn make-up is ondertussen echt een beetje verpest. Ik had dus de hele tijd een pruik op. En met die pruik heb ik een showstuk gefilmd of opgenomen, zeg maar, met de ballroomdanser. Die zal ik nu in beeld doen. Ik ben omgetoverd tot showgirl van net meisje in die hele bloemetjesjurk. Erwin, wat zei je? Deze dag zou eigenlijk tot 3 uur duren. Het is nu 5 uur. We hadden ook niet verwacht dat we naar Bemmel zouden gaan, zeg maar. Echt een hele heftige dag. Ik heb letterlijk een hoed opgehad en gewoon nog steeds de lijn. En het is ondertussen alweer een kwartiertje later. Besef hoe strak die dingen zitten. Hoofdpijn. Maar ja, mijn ogen zijn echt huge in het licht. Ik denk dat het wel heel erg leuk is als ik alles wat ik stiekem heb gefilmd, zeg maar. Alles wat ik zeg maar heb gefilmd daar. Natuurlijk niet alles, want als je alles wil zien, dan moet je een kaartje kopen. En deze heb ik ook niet gefilmd. Doe wat meer. Doe wat meer. Wat kun je nog meer? Haha, backstage. Ik was hier net aan het filmen. Ik zei, mooi licht. Moet je nu kijken, deze dames. Hey. Nou, want Roos ging ook hier even haar vlog doen. Hey, ik ga gewoon zo schrijven. Ik zie er echt voor geen meter uit. Het is op dit moment 7:30, want ze dachten we kunnen nog wel eventjes alles wat we niet hebben opgenomen doornemen. Maar ik heb nog niks gegeten. Ik heb echt veel te weinig gegeten vandaag, want ik dacht dat we ondertussen wel ergens naar de... Ik heb ook echt een huis. Ja, we zien er allemaal super verslagen uit. Ik ben kapot. Dus we zijn nu aan het regelen dat we... Ik ga natuurlijk niet gaan staan. Regelen dat we om 9 uur nog op straat mogen zijn, maar dat lukt dus niet. Dus iedereen zit hier zo van, ja, we kunnen ook eigenlijk niet weg. En rijden er nog wel bussen vanuit hier. Ik ga het weer stukkel, ja. Dus ik ben kapot, daar komt het eigenlijk op neer. Ik ben moe, ik ben op. Vanochtend lijkt 2 weken geleden zonder klagen. Het was een perfecte dag. Maar ik wil nu gewoon heel graag slapen en heel graag een Mackie. Dus ik denk dat ik nog wel even langs een Mackie ga. Als ik kan regelen dat ik om 9 uur naar buiten mag, ik ga het fixen. Ik denk niet dat er een Mackie open is om 9 uur, maar ik zag er vanochtend ook zo goed uit. En waar is het heen? Dit is het beste moment van de dag. Hoe voel je je? Ja, fijn. Na heel lang moeilijk doen hebben we een... Hoe heet dat? Werkgeversverklaring kunnen regelen, wat top is. Dus nu zitten we lekker bij de Mackie. Ik zal even laten zien. En het bestellen was echt geniaal. Dat zal ik nu in beeld doen. En een 6 kipnuggets. Dat is zo'n grote bestelling. Ja, een hele grote bestelling. Met chili saus. Roos? Ik wil graag een filet-o-fish. Een filet-o-fish? Met een gewoon normale friet, dus dat is een menu. Normale friet? Dat is een menu, zegt ze. Een menu, ja. Ja. En maar dan wil ik in plaats als drankje een karamelfrappé. Als drankje een ijskoffie karamel. Ja. Oh, je gelooft het misschien niet, maar het is 11:45. En ik ben thuis. Eindelijk. Wat een dag. Dit voelde... Nou, zonder grappen, vanochtend leek echt een week geleden. Wow. Het was echt een hele leuke dag. Echt geweldig. Maar ik duik me een beetje in, want ik kan niet meer. En ik kom er dus nu net achter dat mijn make-up remover op is. Maar ik zal met jullie... Oh, wacht. Mijn nepwimpers waren niet heftig genoeg, dus ik heb... mascara op mijn ogen erbij gedaan. Dus ik ben heel bang dat ik mijn wimpers erbij aftrek. Nee, dat is top. Misschien even voor... Oh, daar is een wimper uit. Oh, maar ik zie er echt heel slecht uit. Dus ik bespaar jullie dit ook maar. Ik heb echt een zieke... Nou, morgen zit ik echt onder de puisten, denk ik. Ik had hier ook al... Nou... ik ga mijn bedje in. Oh my god. Ik laat ook echt mijn koffer gewoon... Dat regel ik morgen allemaal wel. Joejoe! Het is een week later, 2 weken later. Ik heb mijn make-upje weer gedaan. Ik heb mijn jurkje aan. Het is opnamedag 2. Het is op dit moment 3 uur en ik gok dat we echt tot 12 uur 's avonds vanavond bezig zijn. We gaan dus eerst alle boogies opnemen, dat is in dit jurkje. Ja, ik weet niet of ik jullie daarin mag meenemen. En we gaan ook de cape die ik hier voor jullie hebben gezien, gaan we opnieuw opnemen. Ik heb mijn haar los, wat chill is, want hier hebben we gelukkig geen muts, zeg maar hoed met veren op. Dat is echt nice. Ja. Dit is altijd top. Allemaal mondkapjes op. Oh, studio gaat open. We're back at it. Wow. Hij moet wel horizontaal, anders heb je er niks aan. Oh. Oma! Echt niks aan, ja. Mustache man. En maken jullie stammen en wie niet, alsjeblieft? Nou, 6:30. De allereerste opname is alles in dit jurkje, zeg maar, voor mij. Zit erop, nu moet ik in mijn veren. Maar ja, het is letterlijk half naakt. En ik heb net mijn hele bak noedels op. Heel lief hebben we van school gekregen. Ik had met garlic, knoflook en noedels. Super lekker. Hoi! 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 niet dacht hoe vaak moet ik het zeggen. Nou ja, dus we hebben lekker opgegeten. Maar het is dus een heel klein bikinietje. En je ziet echt je volle buik. En we moeten echt binnen 5 minuten beneden staan. En ik heb het echt net op in 10 minuten. Hè? Dus je hebt echt zo'n grote buik, weet je wel. Ik wil niet zeuren, maar... Ja, hè. En ik begin me nu wel een beetje... Je ziet dat ik heel erg gezweet heb, zeg maar. Alles is een beetje... Maar het is oké. Kijk, dit is het. Die ga ik aandoen, dus ik ga het nu halen. Nou, het is ondertussen 4:45, 9:30. Iets in die richting. We hebben net in de veren gedanst, maar die is heel heftig. Dus dat bespaar ik jullie maar, want dat is een beetje vrij weinig stof. Nu hebben we deze capes aan. Die heb ik eerder in deze vlog ook al aangehad. Die hebben we de vorige keer namelijk ook al gefilmd. Maar die gaan we dus nu eventjes opnieuw doen met deze hoeden. Maar die we dus net aan hadden. Ik was ook een beetje mijn telefoon kwijt, want het is dus super hectisch. Want eigenlijk mocht het weer zijn tot 9. Het is dus nu al veel later. Avondklok. En gewoon überhaupt, we moeten nog echt heel veel doen. Ja, heftige dag, maar wel ontzettend leuk. Echt, zeg maar, het voelt als een week. Volgens mij heb ik dat dan een keer eerder gezegd, maar again, ik weet het gewoon niet. Het is zo hectisch. It's a wrap! Woehoe! We zijn klaar! Jee, alles staat erop. Wow. Wat een rap! Lekker, ik heb trek! Nou, ik ben thuis. Ik kan me echt niet meer herinneren wat ik allemaal gefilmd heb vandaag. Het is denk ik 11:45. Ik ben net thuis. Ik heb mijn nepwimpers er gelijk afgetrokken. Ik dacht, ik ga onder de douche. Maar toen dacht ik, oh nee, ik moet eventjes nog filmen. Het was echt een hele leuke dag weer, maar wel gewoon, ja, echt heel zwaar. Maar volgens mij heb ik dat al heel vaak gezegd. Again, ik film zo tussendoor de hele dag. Omdat ik ook niet vervelend wil zijn, zeg maar, met mijn vlogcamera. Maar aan de andere kant, ik wil jullie natuurlijk niet vergeten. Ik wil jullie graag een kijkje geven in hoe zo'n repetitie eruit ziet. Ik hoop dat je de video leuk vond. Ik sluit hem hierbij af. Als je de video leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van mijn nieuwste video's. Ik post iedere donderdag om 1 uur. Ik duik lekker mijn bedje in. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!